wat komt u hier doen op de kunstenaarsroute? Wel, omdat wij al jaren aquarel schilderen. En we doen alle 2 jaar mee met de kunstenroute. En we schilderen altijd buiten. We hebben al in Zemst aan de kerk gezeten. Schranshoeven. En nu hier. En deze mooie locatie. Wij hebben veel cursus gevolgd bij 2 aquarellisten. Bij die een 6 jaar, bij de ander 7 jaar. Want alleen kun je dat niet leren. Maar aquarel is het moeilijkste van de schildermethodes. En is het een speciale techniek die je toepast? Ah, wel, als je dat daarop zet, dan kun je niks meer aan verbeteren. Je moet weten wat je wilt, doen en afblijven. Tegenover olieverf, dat kun je afschrabben en opnieuw beginnen. Een speciale techniek, je gaat dat leren. En je maakt er dan van wat je kunt. Hè. En het is toch maar oefenen. En terug doen en nog eens doen, dat je dat leerde. Van waar deze passie van u? Wel, als ik op internaat was vroeger, dan schilderde ik ook. En ik dacht altijd, dan ben ik moeten gaan werken. En ik dacht, als ik op pensioen ben, dan ga ik terug schilderen. En wilt u daar iets mee bereiken ook? Of? Helemaal niet. Af en toe verkopen we iets. En dat tikt een beetje de kosten dat we maken. Maar voor de rest... Waarom kiest u deze locatie uit voor uw aquareltechnieken? Ik woon hier in de buurt en ik ben hier al zo dikwijls voorbij gereden. En ik dacht, ja, misschien kan ik daar wel eens binnen geraken in dat mooie kasteel. Nu, ik ken die mensen sedert een paar jaar. En heb ik gevraagd, mag ik alstublieft een gunst vragen om met de route van hier te mogen in de binnenkant van de tuin, van het park te mogen komen schilderen. De eigenaars laten dat toe dat u hier komt schilderen? Dat zijn hele lieve mensen die dan bij tijd nog zelfs een aperitiefje geven en in de middag nog een verfrissingsje. Dus heel, heel sympathieke mensen. En hebben ze al iets gekocht van jou? Nee, nog niet. Dat zal de finale moeten zijn.